Het is 11 uur, dus we kunnen gaan beginnen. Mijn naam is Christel Sinskamp en ik ben de penningmeester van de Stichting Kunstweekend Gemeente Drimmelen. En ik heet jullie allemaal van harte welkom. Met dit knipje open ik de tentoonstelling. Stefan van Stichting Kunstweekend in Maan. En naast me staat Christel. En Christel is penningmeester van de stichting. En die kan ons even wat vertellen over dit kunstweekend wat ze allemaal georganiseerd hebben. Christel, leuk dat wij hier mogen zijn. De expositie, vertel er eens wat over. Hoe is het gegaan met de opbouw en hoe is het gegaan met de mensen die zich hebben aangemeld? De opbouw heeft gisteravond plaasgevonden. En vanmorgen zijn om 9 uur de eerste kunstenaars aangekomen en die hebben het netjes ingericht. Met wat haken en ogen letterlijk hebben ze alles op kunnen hangen. Of kunnen plaatsen op hun vrije ruimte of op hun tafels die ze gereserveerd hadden. En de deelnemers, waar komen die allemaal vandaan? En komen ze uit de gemeente of nog verder weg? En wat zijn er verschillende stijlen hier die we kunnen komen bekijken? Dit is eigenlijk heel divers. Dat is wel leuk. We zijn begonnen met de organisatie heel klein, zeg maar. En dat waren het alleen maar kunstenaars binnen de gemeente Drimmelen. En het was ook maar een heel klein clubje. En inmiddels hebben we dit jaar besloten om meer kunstenaars nog uit te nodigen. Dus ook uit de randgemeenten zoals Breda, Oosterhout en zelfs bijvoorbeeld Dordrecht. Want dat grenst natuurlijk met de Biesbos aan elkaar. En het is gewoon heel divers. Mensen maken, net als ik, textielwerk. Maar er zijn ook mensen die schilderen met aquarel of met acryl of zelfs met olieverf. Er staat keramiek, er staat houtsnijwerk en brandwerk, metaal staat er, heel erg mooi. En van alles, steenhouwen, je kan het zo gek niet verzinnen of het staat er wel. Ja. Nee, ik vind dat het heel leuk is, leuk initiatief dit ook. En jullie doen dit al voor de hoeveelste jaar? Voor het negende jaar, dus volgend jaar hebben we 10 jaar bestaan. Dus misschien dat we dan wel iets groots kunnen maken. Moeten we uitpakken, hè? Dan moeten we uitpakken, ja. Dus ik hoop eigenlijk dat wij nog meer kunstenaars dan kunnen plaatsen. En dan doe ik maar gelijk een oproep aan kunstenaars. Meld je vooral aan. Waarschijnlijk in het voorjaar. Dan gaan we natuurlijk weer open voor inschrijving. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Want dan krijg je daar automatisch een berichtje over. En het geldt natuurlijk ook voor sponsoren. Want we zitten eigenlijk altijd een beetje om geld verlegen. Het is een groot evenement aan het worden. Dus we willen het zo toegankelijk mogelijk houden. Dus we willen zo laagdrempelig, gratis voor bezoekers. En zo min mogelijk kosten voor de veelal amateurkunstenaars. Maar er zitten natuurlijk ook een aantal professionele kunstenaars bij. Dus ook voor sponsorengeld. Meld je aan en misschien kunnen we je in onze folder plaatsen. Dus dat is vast wel leuk. Leuk. Nou, ik denk dat het heel zinvol is om deze oproep te doen. Want ik denk dat het voor de gemeente heel waardevol om kunsten. Ja, dankjewel voor dit gesprek. En ik wens jullie een heel goed, leuke expositie weekend. Dankjewel. Ja. We staan naast me Maria-Lena en Eva van VIP. En VIP met 2 P's, waar staat dat voor? Voor verf, inspiratie, potlood en penseel. En waar is deze groep mee samengesteld? Nou, het bestaat meestal uit, het bestaat eigenlijk uit jongeren. Dus vanaf 12 jaar en dan tot ons eigenlijk. Ja. Dus dan, wij zijn 20. Ja. Dus dan een beetje een verschillende leeftijd. Voor iedereen is het. Jongeren vooral wel. Ja. Jongere kunstenaars. Ja. Ja. En kunnen jullie wat vertellen over de werken die jullie hier geëxposeerd hebben? Want het ziet er echt fantastisch uit en heel divers. Ja, we hebben heel veel diverse werken. We werken met potlood, we werken met krijt, verf. Ja, eigenlijk kan je gewoon zelf bepalen wat je wil gaan maken. En je krijgt gewoon hulp.
om te ontwikkelen. En ja, het is heel vrij dus. Leuk. Nou, het is meer van, kijk, je mag gewoon zelf kiezen. Als je gewoon iets, stel je voor, ik wil een keer met inkt gaan werken of ik wil een keer met een heel andere techniek gaan werken. Je kan met verf ook 50 verschillende soorten technieken gebruiken. Ja, als je dat gewoon vraagt aan Wilma of je hebt een idee, zeg maar, dan kan je dat gewoon vragen en dan ga je dat zeker doen. Hey, en wat is jullie, jullie zijn heel creatief. Willen jullie daar ook later nog wat mee gaan doen? Wil je nog naar de kunstacademie? Of zit je er al op? Of wat, Nee, voor ons niet. Maar ik vind het heel fijn juist om ontspanning op donderdagavond te tekenen of in het weekend. Juist erbij. Ja. En dat geldt voor jou ook misschien? Ja, ik vind het zelf echt superleuk om te doen. Ook echt vooral als je dan, bijvoorbeeld vaak doen wij ook. Het voor mensen maken dan weggeven. Dat is echt super leuk om wat zoiets weg te geven. Vinden ze echt allemaal geweldig. En hiernaast staat ook wel een kunstwerk. Weer iets heel anders. Dat doe ik het liefste. Ik zie dieren, ik zie dit figuren, is, menselijke figuren. Dit is inderdaad alle sterrenbeelden bij elkaar. Dus dat was een idee. Sterrenbeelden? Oh ja, ik zie het. Ik weet niet wat u bent je bent. Ik sta hierboven. Heel goed gezien. Ja. Maar dat is niet waar. Echt niet? Steenbok? De steenbok zit onder. Ja, die lijken wel op elkaar. Ja. Nee, sorry, ik ben mis. Ik ben gewoon begonnen met hier de waterman. Ik denk, ik moet ze er allemaal op krijgen. En dan moet je af en toe een beetje het hout volgen. Net als hier beneden, daar zit de weegschaal. Ja. Wil je het echt heel laten lijken, dan moet je dit nog doen. Maar dan is dat niet mooi meer. Nee. Hier zat iets dat leek mij op een hart en ik wil dit niet weghalen. Nee. Dus daarom heb ik de titel, er is een hartslag voor iedere sterrenbeeld. In het Engels dan, there's a heartbeat for every zodiac sign. Heb ik het maar genoemd. Fantastisch, wat een prachtige titel. En deze was zo heerlijk om te maken. Naast me staat Marianne van Geels. En Marianne is de kunstenares die zich bezighoudt met de keramiek hier op de expositie. Hallo Marianne, wat leuk dat je hier staat. Zou je iets kunnen vertellen over het werk wat je hier exposeert? En welk materiaal en hoe je dat tot stand komt? Ja, het is allemaal van klei. En de grote stukken zijn allemaal opgebouwd. En sinds kort ben ik ook een beetje aan het draaien op een draaischijfje. Maar dat lukt nog niet zo goed om wat hoger te maken. Maar ja, klei en daarna wordt geglazuurd. En gebakken in de oven. Natuurlijk, ja. Twee keer dan, hè. Eerst bakken, glazuren en dan weer bakken. Ik sta hier naast Jeroen en Jeroen heeft een aantal portretten hier hangen en mijn oog viel op Maarten van Rossum. En daar ben ik heel benieuwd naar. Jeroen, waarom Maarten van Rossum? Maarten van Rossum is eigenlijk wel inspiratie voor mij, omdat hij is een hele goede geschiedkundige. Hij is een professor en hij zegt altijd wel veel waar het op staat. En daar ben ik ook wel, sta ik ook wel achter. Ik vind hem gewoon een hele intrigerende persoonlijkheid. Nou, dit is allemaal gepyrografeerd of gebrandschilderd. Ik pyrografeer met een apparaat dat ik van 0 tot 100 de hitte in kan stellen. Dus ik kan heel licht branden, zoals dit. Dit is allemaal gebrand. En ik kan heel donker branden. Ja. Het hout wat ik gebruik is vaak hout van de kringloop. Oh, echt waar? Ja, dus ik kan hier zulke tafeltjes.
Dat is ook nog heel duurzaam dan. Dat is heel duurzaam, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Hiernaast me staat Laura. En Laura die gaat wat vertellen over haar expositie. Laura, vertel, je hebt een atelier, vertelde je me net. Ja, we hebben thuis twee ateliers zelfs. Mijn partner heeft een atelier en ik heb een atelier. Ik heb een textielatelier en hij een leeratelier. En samen vormen wij lef. Want je moet soms een beetje lef hebben om wat wij maken te dragen. Dat snap ik. Kan je wat vertellen over je, mooie, fantastische werken? Nou, ik heb enerzijds heel veel dingen gefilmd. Ik maak eerst een lab en dan ga ik kijken wat ik ervan maak. En ik heb lesgegeven op mode-kledingscholen, dus het naaldvat zit er goed in bij mij. En daarnaast textiele werkvormen. Dus zodoende ga ik dan het textiel vormgeven en het wordt heel vaak wordt het kleding. Maar ik heb ook kleine schilderijtjes gemaakt. Ik heb alles staan, alles wat hier staat, ik kom allemaal uit een ijzerbak. Dus ik doe alles recyclen. Dus sommige bedrijven maken er alles uithalen, de ene keer zit er wel iets in. En de ene keer zit er, ja, daar heb ik niks aan. En dan maak ik de gekste dingen van. Ja. Dat is dus heel duurzaam. Ja, alles. Ik doe alles recycling. Alles wat hier staat is gerecycled. Dus ik doe het, ben normaal zeg maar, als groot ergens naartoe gaat, Hoogovens of weet ik veel wat. Dan maak ik weer iets van. Dus ik maak grote beelden, kleine beelden. En vertel eens wat. Wat heb je hier bijvoorbeeld staan? Nou, ik heb hier zo toevallig, heel toevallig, allemaal kleine krokodilletjes gemaakt. Dus daar zit wel veel werk in. En een krokodil met een accordeon. Nou, de thema's is wat ik dan tegenkom. Dus dat is met die paarden, dat is voor de kleinkinderen. En ik krijg opdrachten van, wil je dat voor mij maken? Dan zeg ik altijd, ik probeer het na te doen. Is het niet goed? Nou, dan hebben we pech gehad. En anders kun je, voor mij is het niet belangrijk dat ik daar geld aan verdien. Maar als ik mijn penselen en mijn olieverf kan betalen, vind ik het goed. En ik doe het gewoon als hobby. Ik ben een hobbyist. Ja. Ik heb geprobeerd om iets uit te beelden over al die oorlogen die nu in Nederland of in de wereld plaatsvinden. En de poppies en de zwarte sluier is dus wat er achterblijft als de oorlog voorbij is. He, al die dode mensen en ellende en zo. De muur staat voor de muur waar wij denken ons nog achter te verschuilen, maar die brokkelt ook af. Het komt steeds dichterbij. De ogen is, sommige mensen kijken er naartoe. Sommige mensen kijken weg en in feite kun je ook als individu niks. Dus, en dan heb ik nog een omarming. In deze tijd heeft iedereen wel een omarming nodig. Ja, dus daar gaat het om. Mooi actueel thema en wat mooi verwoord. En okay. Ik vind het heel bijzonder. Ja. Dank je wel. Oké, graag gedaan. Okay.